Die triple 20 zit erin. Tops. Ja, en die kans pakt Nicholson met beide handen aan. Het is een kans die hem geschonken werd door de Pieman. Maar hij pakt hem keurig hoor, Nicholson. Game on. In 2 met wedstrijden. Dan ga ik toch weer mijn pleidooi herhalen. Waarom stoppen we die wedstrijden niet gewoon als er een verschil is van, nou laten we zeggen, 6 of 7 legs? Want het is heel erg leuk voor Andy Smith dat hij 100 uitgooit. Ook hij kan topstops proberen. Ook hij gooit de eerste erin. Maar hij gooit ook de tweede erin. En zo heb je het idee in de wedstrijd. Dus is daar weer Jenkins. En hier is hij goed in, hè? Dit kan hij goed, Terry Jenkins. Ja, dit is zijn specialiteit. Hij krijgt wel kansen hoor, James Wade. Maar. Bol, triple 20, dubbel 8. En de dubbel 8 dan nog. En ja, die gooit King ook uit. En zo blijft hij in deze partij het initiatief houden. Ja, hij gelooft erin. En Wade met de kans op tops. Oh, en nu raakt hij de dubbel 20 wel. En doet Wade wat Jenkins normaal gesproken doet. Vanaf 8 uur gaan we erachter komen. Want dan gaan we richting de finale. Baxter naar dubbel 16. Die gooit nog even 103 uit. Zodat we op 14-9 komen. Dan is het bijna klaar. Triple 20 is raak. 12 voor dubbel 16 van Gerwe. Gooit 104 uit. Dat zijn 3 fantastische finishes op rij van Michael van Gerwen. Als de kaartverkoop begint. Van Barneveld. 18 en dubbel 16 voor een 7-5 voorsprong. Ja, dat zijn toch lekkere finishes hoor. Daar doe je een tegenstander pijn mee. Dan naar dubbel 16. Dan heeft hij daar één dart voor, Justin Pipe. En die gooit hij. Dat is een knappe finish van Justin Pipe. En misschien 105 voor Newton. Ja, iedereen is even in de war. Newton mag naar dubbel 6. Nee, naar dubbel 20 toe, omdat hij een 5 gooit. En iedereen was even de weg kwijt. Behalve Wes Newton, want die gooit gewoon die 105 uit. Dus dan krijgt Pipe de kans om revanche te nemen. Dacht dat gescoord, dus dubbel 13. Ja, 2-2 op de dubbels voorlopig. Justin Pipe met een 106 finish. Achter. Ja, dat is ook al heel lang geleden. Taylor gaat naar tops. En Taylor maakt er 8-3 van. Ja, die paar keer dat hij een goede finish nodig heeft om de tegenstander te breken, gooit hij hem wel. Kijk naar beneden naar de triple 19. Die heeft hij te pakken. 10 en tops nu. Ja, nu kiest hij dus wel voor tops, omdat hij zo lekker loopt, die dubbel 20. En dat is een hele verstandige beslissing van Ronnie Baxter. Hij heeft het een tijdje geprobeerd op die dubbel 16 en dubbel 8. Dat lukt niet. 7 heeft al een paar prachtige finishes gehad. Triple 17. En dubbel 18 voor weer zo'n finish. Jenkins in de achtergrond schudt zijn hoofd al. Die denkt niet weer, hè. Wel weer. Ja, dat doet pijn. En met name het hoofd van Terry Jenkins.
Dubbel 14 voor Cullen. Kijk, als die in dat ritme zit, Cullen, dan kan die wel wat. Nonotska kan het ook weer voor elkaar gaan krijgen. 19-16. En het is ook zover. Baxter houdt zijn eigen leg en eindelijk staat die marge van 3 legs op het bord. Van Gerwen in gevaar in zijn eigen leg. Of hij moet 108 uitgooien. Moet hij dubbel 16 erin smijten en dat doet hij. Een 108 finish van Gerwen. Brengt hem om 2-1 voorsprong. Hamilton voor 4x19 en dubbel 16. Hij geeft niet op, hè. Hij geeft niet op, hè. En kijk eens naar die reactie. Het is ook niet zo'n reactie van... Ik ben blij dat ik nog een leg binnen heb telen. Ja. 25th leg, Andy. Van de 100 finish. Triple 19 en dubbel 16. Naar de dubbel 16 toe. Ja, het is niet fantastisch voorlopig wat Van Barneveld laat zien. Maar daartoe. Maak je eens wat mee, leer eens wat andere liefhebbers kennen. Taylor naar tops. En dan toch een 109 finish voor Taylor. En ja, ondanks dat hij dus niet geweldig staat te spelen misschien. In een leg die Taylor is begonnen. Taylor wel met triple 20, 9 en tops. Ja, en als dat nodig is om zo'n leg te winnen, dan doe ik dat nog gewoon, zegt Taylor. En dus is het 7-1 met een 109 finish. Het is de leg van Whitlock, van Gerwen als eerste, triple 20. Nee, triple 18. Ja, dubbel 18 van Gerwen. Ja, die gooit hij uit. Mooie finish voor Mighty Mike. Hij gooit 110 uit, pakt de break voorsprong en staat 7-6 voor. 110 voor Webster. 10 en tops. Om Lloyd te breken. En die 110 die valt erin. En die zal best knijpen. Jenkins op 110. Die heeft hij. 10 en tops. Geweldig. En je ziet het aankomen. Je voelt het aankomen. Je weet dat het gaat gebeuren. Want hij doet het altijd. Tjongejonge. En nu nog 50. En nu nog 40. En nu nog 0. Mooie leg van Ronnie Baxter. 110 finish om hem te besluiten. En de voort. En dat had hij dan niet. Hamilton, 18-16 voor de break. 2-0. En we hebben in ieder geval een wedstrijd. Naar tops. Ja, dat doet hij in ieder geval goed. De kansen pakken die hij krijgt. 111. 91. Dubbel 20. Brandon Dolan terug tot 1 leg. Ja, terug tot 1 leg. Brandon Dolan gooit die 111 uit. En dan is het toch... Tops voor Lewis. En ook hij heeft de tweede leg op het bord staan en dat kost geen enkele moeite. Dat ziet er zo makkelijk uit bij Lewis.